in de categorie Master van het jaar 2019. Zijn maximumsnelheid gaat in 2020 omhoog. Twan van Beckhoven. Hij wint van een bronzen wereldkampioen. Ad Verhoof. De schutter die tot op 73 meter raak schiet. Leo Diepens. Lang en kort lopen, duintraining, hordetechniek en krachttraining. Als 400 meter loper blijft Twan nauwelijks achter op de lange afstandslopers. Op de 100, 200 en 400 meter en de 400 meter horde is hij 's lands snelste master en wereldkampioen op de 400 meter horde mannen 45 tot 49. Hij loopt steeds sneller. In 2020 wil hij als 50er het wereldrecord 400 meter horde vestigen. Voor de 71-jarige badmintonner is het al bijna normaal winnaar te worden bij het Nederlands Veteranenkampioenschap. Ook dit jaar een eerste plaats. In de categorie Heren Enkel 70. Ad glimt van trots als hij op het internationaal kentoernooi wint van Jim Garrett, de bronzen kampioen van het WK eerder dit jaar. Op naar het EK 2020 en dan nummer 1 worden in Heren Enkel 70. De jonge Leo ontpopt zich als judoko, wielrenner en lange afstandsloper. De huidige Leo, 77, is handboogschutter. Na 5 dagen schieten in bos en veld wint hij het EK senioren field archery en vestigt wereldrecords op field, hunter en animal. Hij heeft een eigen sleutel van Sint Sebastiaan, zodat hij ook buiten de vaste tijden kan trainen. Op naar het EK bowhunter in 2020!